Welkom allemaal op deze mooie dag. We zijn erg vereerd enkele mensen hier te hebben, maar ook met iedereen natuurlijk. Ik hoop dat de voormiddag heel goed meegevallen is. Welkom in dit slotevenement van Breekt Uit van PXL Education. Vandaag hebben we ons gefocust op de UN Sustainable Development Goals, de SDGs, en meer bepaald op plastic. En het is ook vandaag dat we Mei Plasticvrij voor scholen aftrappen, waaraan 85 scholen uit heel Vlaanderen deelnemen, het equivalent van duizenden studenten. Het is erg vereerd dat we minister Lilia Peters hier hebben. En we hebben hier ook twee enorme kanjers rondlopen. Stijn Meurs en Dieter Koppes. Stijn, kom er eens bij. Zeg, hij gaat het van mij overnemen, gelukkig. Stijnman, ja. Wat is het probleem? Plastiek. Het probleem is plastiek. Plastiek is een geweldige uitvinding, uiteraard, daar zijn we allemaal over eens. Maar het is lichtjes uit de hand gelopen. En om dat te bewijzen bijvoorbeeld, ben ik zo net nog in de Carrefour in Kuringen geweest, want ik heb er werkelijk alles voor over, om hier te zijn. Ik doe eerst dat onnozel zakje eraf. En ik wist dat daar in een van die rekken iets lag, dat mij een paar weken geleden enorm verbaasde. Ik dacht ondertussen, 2019, zijn we het er allemaal over eens dat overdreven verpakkingen niet meer kunnen. Alle supermarktketen, die zeggen ook, ja, maar wij doen dat niet meer. Wij gaan er vanaf nu op letten. En ik dacht, nee, ik weet nog een rekje in de Carrefour in Kuringen, waar een product ligt waar ik zo'n ogen van trek, en ik heb het dan ook maar meteen gekocht. Twee voorgekookte en ook al, en dat vond ik knap, voorgepelde eitjes, altijd handig, verpakt in plastic. En ik was eigenlijk op zoek, en dat heb ik niet gevonden, maar ik heb het wel ooit gezien. Dit zijn nog hele gepelde eitjes. Ik heb ze ooit gezien dat ze nog voorgesneden waren. En toen dacht ik, wauw, dat is fantastisch. En die zijn één voor één verpakt in plastic. Kijk mensen, dit illustreert waar we het hier vandaag over hebben. Het is werkelijk compleet uit de hand gelopen. En dus zo'n initiatief van PXL, dat breekt uit, en specifiek jullie groep. Trouwens, ik zie verdacht veel meisjes in deze zaal. En de jongens zien er een beetje meisjesachtig uit. Dus dat is ook... Maar is goed. Maar heel goed dat jullie... Ja. Heel goed dat jullie daarmee bezig zijn. Ik herinnerde mij toen men mij vroeg om hier te presenteren vandaag, wat ik met plezier doe, dat ik ineens... Ik wist dat niet, ik was dat vergeten. Ook een oud adept ben van deze school. Toen heette het alleen nog niet PXL. Ik denk jullie waren nog niet geboren trouwens. Toen was het nog de Rijksnormaalschool in de Vilderstraat, wat toen ook al bestond uiteraard. Ik kan mij niet herinneren dat ik in die opleiding toen, die 3 jaar geduurd heeft, ooit 1 minuut heb gehad over ecologie of duurzaamheid. In heel die opleiding als leerkracht ging het daar totaal niet over. Er is veel veranderd, gelukkig zou ik zeggen. Jullie zijn je wel bewust van wat er te gebeuren staat. En die strijd moet opgevoerd worden en die moet volgehouden worden. Dat heeft niks te maken met politieke ideologieën of van welke kant van het politieke spectrum dat je bent. Dat speelt geen rol. Ondertussen is bijna iedereen het erover eens. Alsjeblieft, de dingen lopen uit de hand. En we konden veel thema's kiezen vandaag. Als het gaat over ecologie, klimaat, energie, milieu. Maar jullie hebben plastic gekozen, wat een zeer actueel thema is. Alle studies wijzen uit dat we daarmee moeten stoppen of op zijn minst enorm afbouwen. We gaan, dan moeten we eerlijker zijn, plastic nooit voor de volle 100% uit de samenleving kunnen bannen. En waarschijnlijk hoeft dat ook niet, want hoe we het draaien verkeerd bekeert, het is een fantastisch product, daar moeten we niet flauw over doen. Als deze samenleving zonder plastic de afgelopen 100 jaar had moeten evolueren, dan zag ons leven er totaal anders uit en waarschijnlijk, ik ben geen voorspeller, maar misschien een stuk slechter dan nu. Dus chapeau voor plastic, maar nu moet het gedaan zijn. En zeker de manier waarop wij ermee omgaan. Wat er ronddrijft in oceanen, in beken, in meren, je houdt het niet voor mogelijk. Het is verschrikkelijk. Daar wordt ook ontzettend veel geld verdiend aan plastic. En dat mag. Ik bedoel, een economie moet floreren. Maar op een manier die ervoor zorgt dat we bijna niet meer terug kunnen. Dat we er niet meer over nadenken. Jullie zijn de eerste generatie mensen. En ik kan dat niet genoeg benadrukken.
echt de eerste generatie mensen die voor het eerst bewust gaan omgaan met dat probleem. Mijn generatie ging er niet mee om, mijn ouders al helemaal niet. Jullie zijn de eerste. Jullie zijn wegbereiders, pioniers. En op dagen zoals dit, met Breek Uit van PXL, kunnen we tonen, en jullie tonen dat nu al, dat het menens is. En ik zou zeggen, geef een applaus aan uzelf. Aan uzelf. Heel sterk. Maar we hebben nog een presentator, hè, in de zaal, Koen. Die ga ik nu wel lekker opeten, hè, die eitjes, hè, dat wel. Dank Stijn voor deze mini-tirade. Ik ben blij dat er nog geen iPhone gesnuggeld is. Dieter, kom erbij. Microfoon. Voilà, nu zouden jullie mij moeten horen. Dag allemaal. Dieter, jij bent yes. Ambassadeur voor Mij Plastic Vrij. Wat houdt dat in? Wel ja, ik wil iedereen eigenlijk bewust maken van het probleem, want het is een gigantisch probleem dat wij vaak niet zien. Als wij naar de winkel gaan, wij kopen van alles, wij halen uit de plastic, plastic gaat de vuilbak in en vanaf daar weten we eigenlijk niet meer wat er mee gebeurt. Wel, ik kan u zeggen wat er mee gebeurt. Een heleboel plastic wordt er verbrand. Er komen toxische stoffen uit en die stoffen die ademen wij terug in. Een hele hoop van die andere plastic belandt in de oceaan. En plastic, dat is zo'n fantastisch product dat dat niet vergaat. Dus plastic dat verkleint alleen maar tot hele kleine korreltjes. Dat worden microplastics. Die kleine microplastics waar de zee nu al vol van zit, zelfs tot in Antarctische gebieden vinden ze dat nu al. Daar eten de vissen van en wij eten van die vissen. Dus die vissen eten die plastics. Nog een nadeel van die kleine microplastics is dat ze hele toxische stoffen aantrekken. Dus samen met die plastic eten die gewoon giftige stoffen op. Wij eten die vis op en wij zijn ook vol met gif en plastic. Op elke maaltijd is aangetoond dat er 100 kleine microplastics op uw bord komen. Bij elke maaltijd heb je plastic. Dat is een probleem, maar het is niet zo zichtbaar. En vandaar de bewustmakingscampagne. Vorig jaar heel veel vrienden van mij van Dieter, zo'n maand zonder plastic, dat is toch niet te doen? Hey, want een maand geen vlees eten, dat is gemakkelijk, een stukje vlees in je mond. Een maand niet drinken, moet je een maand geen alcohol drinken, geen probleem. Maar een maand geen plastic, dat is niet te doen. Want overal is plastic, dat wordt er constant, het wordt in ons trot geramd eigenlijk. Je had een winkel binnen en je kunt er dan niet meer komen. Voorgepelde eitjes in plastic. Dat is toch pure waanzin. Dat is een verkleutering van de maatschappij. Hè? En vandaar voel ik mij gewoon verplicht om te zeggen, ik ga er aan meewerken en ik ben ambassadeur van Mijn Plastic Vrij. En vandaag ga ik jullie ook een paar tips geven om een hele hoop plastic minder te consumeren. Mijn belangrijkste tip is deze. Wie gebruikt er allemaal, of wie gaat er allemaal naar de winkel en haalt daar water in een plastic fles? Moet niet wijzen, hè? Al die handen omhoog. Beerhandjes omhoog. Ja, je mocht er vooruit komen. Wel, het probleem, vroeger dronk iedereen gewoon kraantjes water. En je had zo'n hoop frisdrankproducenten, hè? Die zagen een tijdje geleden hun inkomsten naar beneden gaan. Want de mensen hadden al door van te veel suiker drinken. Ja, dat is niet zo gezond, hè? Die waren toch allemaal kraantjes water aan het drinken. Of toch? En die producenten dachten, oei, daar moeten we iets aan doen. We gaan gewoon water verkopen. Ja, dat water, dat moet er beter uitkomen dan dat kraantjes water. Dus wat hebben die gedaan? Hele grote budgetten vrijgemaakt. Dat staat niet, dat we in de vriesdrank. Die gooien daar geld tegenaan tegen campagnes om te zeggen, mineraalwater uit flessen, het gezondste dat het is. En veel beter dan kraantjes water. Want kraantjes water is eigenlijk niet zo gezond. Die geven een slecht beeld met kraantjeswater en een heel positief beeld van hun prachtig water. Hè. Je ziet altijd op die foto's, op het etiket, je ziet altijd een stromend beekje bij een berg. Dan staat er vaak nog zo'n regen lachend bij dat bronnetje te drinken. Prachtig, het idyllische beeld. En je denkt, fantastisch water dat ik moet hebben, dat smaakt veel beter dan de kraantjeswater. Daar zit altijd zo'n smaakje aan. Dat is dus niet waar. Zij hebben dat beeld gewoon bij ons erin gepompt om gewoon geld op ons te verdienen. De
dat gratis water in tastings, watertastings, hè, komt er vaak veel beter uit. Dus, als je leidingswater neemt, hè, wat dat is de beste uitvinding ooit, dat komt uit de kraan bij je thuis. Je moet daar niet mee zeulen met plastic flessen uit de auto. Het komt gewoon uit de kraan thuis. Het is 2000 keer goedkoper dan flessenwater. En er moet geen plastic voor gefabriceerd worden, want plastic fabriceren, dat zorgt al voor een enorme CO2-uitstoot. Dan moet dat water nog eens van de producent tot aan de winkel. Dat moet op de vrachtwagen. Hup, CO2-uitstoot. En dan moet dat van die winkel nog eens bij je thuis. Tot bij je thuis komen, dus nog eens CO2-uitstoot. En dan heb je die plastic die op een afvalberg verdwijnt of in de oceaan en uiteindelijk in je lijf. Dus vandaar. Laten we allemaal een beetje bewust worden. En het is maar dan als wij zeggen, wij willen het niet meer, dat die producenten gaan zeggen, doen we, we willen het niet meer. We gaan iets anders moeten bedenken. En dat is de kracht van de consument. Dus, beste mensen, jullie zijn allemaal, en jullie gaan allemaal te maken hebben met kinderen die jullie gaan opvoeden voor een stuk. En jullie hebben de toekomst in handen. Wees bewust van wat kracht en macht dat jullie hebben om te zeggen van dit willen we niet. En tegen de producent, en dat is dan dat de verandering komt voor. Want het is zoveel gemakkelijker voor die producenten om het allemaal zo te laten lopen zoals het nu loopt. Want dan rinkelen de kassa's. Beetje harder. Allemaal drinkenbus. Bedankt. Dieter, we zien hem zo dadelijk nog een paar keer terug, maar dan van in de zaal voornamelijk. Want zijn taak is om als een soort vliegende reporter, als ik het zo mag noemen, daar is ook heel goed in. Om met een aantal mensen van jullie en achteraan bij de workshops te gaan babbelen. Ik beperk mij tot het podium en ik ontvang hier een aantal mensen. En eentje, daar zijn we ontzettend blij om dat hij hier vandaag is. Ik geef ze een geweldig applaus. Vlaams minister, ik zeg het even helemaal goed. Vlaams minister, sedert kort. Begroting, financiën, daar gaan we het niet te veel over hebben. Maar wel ook minister van Energie, onder andere. En niet onbelangrijk, een volbloed Limburgse, die dus een aparte affiniteit heeft met het groen, het ecologische, het duurzame van deze wondermooie provincie Limburg. Uw applaus voor mevrouw Lydia Peters. Dank u wel, Stijn, voor de mooie intro. Beste aanwezigen, beste studenten hier allemaal. Stijn heeft inderdaad gezegd, ik ben Vlaams minister voor Financiën en Begroting en ook voor Energie. Maar ik voeg daar natuurlijk altijd heel graag ook Limburgse zaken aan toe, want Limburg komt natuurlijk voor ons allemaal op de eerste plaats. Nu, ik wil jullie allemaal op de eerste plaats danken, uiteraard, dat ik hier mag spreken even tot jullie hier tijdens jullie dagen van PXL breekt uit, jullie slotmoment dat jullie hier vandaag hebben. En ik heb beloofd het kort te houden, want er wacht jullie hier nog een zeer aangename middag. Maar alleszins wil ik als minister van Energie en Klimaat, hoort daar natuurlijk ook voor een heel belangrijk stuk bij. We willen naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050 toe, hoe klimaatneutraal. Dat is alleszins onze doelstelling. En ik vind het dan ook uiteraard zeer boeiend en zeer interessant dat jullie de SDGs, de Sustainable Development Goals, gekozen hebben als thema tijdens jullie breekuitdagen. De ontwikkelingsdoelstellingen die door heel de VN zijn ondertekend en waar iedereen eigenlijk de schouders mee onder zet. En de strijd tegen plastic, dat is iets wat ons allemaal natuurlijk heel erg aanbelangt. En zoals de twee voorgaande sprekers hier al gezegd hebben, we staan er te vaak niet bij stil hoeveel plastic dat we ieder dag, ieder moment door onze handen laten gaan, maar inderdaad ook op ons bord terugvinden. Nu, de economische ontwikkeling van de voorbije jaren, van de voorbije eeuw moet ik eigenlijk zeggen, heeft welvaart gebracht. Heeft het leven van miljarden mensen op aarde een stuk beter gemaakt, gezonder gemaakt.
aangenamer gemaakt, maar het moet gezegd worden, op heel wat vlakken is inderdaad de slinger doorgeslaan. Op sommige vlakken heeft de mens zijn streven naar welvaart eigenlijk laten omzetten en heeft hij zijn limieten bereikt in zaken het welzijn dat men wou opzoeken. Er zijn tal van producten geproduceerd, op de markt gebracht, die enorm nadelige gevolgen hebben, die schadelijk zijn voor het klimaat, voor het milieu. Denk aan onze oceanen vol met plasticafval, maar die vooral ook heel schadelijk zijn voor het klimaat. En ook de manier waarop we tal van zaken produceren en vooral consumeren. En we moeten allemaal er eerlijk over zijn. We zijn echt op een punt van overconsumptie of van consumentisme gekomen. En daar moeten we allemaal van af, willen we ons klimaat redden. Nu, en daar bewust rond zijn, bewust mee bezig zijn, dat is uiteraard de eerste stap, ook de belangrijkste stap. Op het moment dat wij allemaal beseffen, zo kan het niet verder. Dat is een eerste heel grote stap tot gedragsverandering. En we kunnen inderdaad een maand zonder plastic, maar het moet uiteraard voor de toekomst toekomst een situatie zijn. En dat is juist wat we willen bereiken met onze SDG's, met onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We willen naar een beter klimaat. We willen kijken hoe we correcties kunnen aanbrengen aan onze huidige manier van leven, van wonen, werken. En het is ook al gezegd, er komen vandaag dag heel wat klimaatjongeren op straat. En ofschoon die klimaatjongeren continu blijven zeggen, de politiek doet niks, de overheid moet iets doen, antwoord ik toch stevast op de vraag die ik krijg van hoe ga je om met die klimaatjongeren, dan zeg ik stevast, ik kan dit alleen maar toejuichen. Het feit dat vandaag een heel generatie opstaat en zegt van kijk, wij hebben geen plan B, we hebben ook geen planeet B, dit is onze planeet en die moeten we redden. Wij willen zorgen voor ons nageslacht, dus wij moeten zorgen voor een duurzame ontwikkeling, voor een neutrale samenleving, een klimaatneutrale samenleving. En we moeten alleszins onze CO2 enorm reduceren. En als minister van Energie ben ik daar natuurlijk continu mee bezig. Ik zeg altijd, ik heb daar omtrent 4 sleutels in handen. Enerzijds energie-efficiëntie. We moeten zorgen dat we zo weinig mogelijk energie verbruiken. En als we dan toch energie verbruiken, is het nu in het kader van productieprocessen, is het nu in het kader van de manier waarop we ons verplaatsen, de manier waarop we leven, dan moeten we vooral duurzame energie gebruiken. En die hebben we gratis en kosteloos ter beschikking. Dat is de zon, dat is de wind, dat is de warmte die in de ondergrond zit. Die moeten we allemaal op een duurzame wijze weten aan te wenden. En dan denk ik wel dat we er zeker gaan komen. Nu, we horen vandaag de dag heel vaak zeggen, het is 11:55. Maar ik denk alleszins, ten eerste het feit dat al die jongeren op straat komen. En ten tweede dat jullie met een evenement als vandaag jullie preek uitdagen, waarbij jullie echt zelf het heft in handen nemen en zelf tal van dingen ontwikkelen, meedoen, tal van elementen organiseren. Ik denk dat dat juist het item moet zijn, dat jullie veel verder brengt en ook veel langer bijblijft dan alle wijsheden die jullie uit de boeken of tegen een stal van cursussen kunnen vergaren. Ik hoop het alleszins en ik hoop dat het alleszins ook de basis opnieuw legt voor de toekomst. En ik denk, als we met z'n allen bewust zijn van de problemen die we vandaag de dag kennen, en als we met z'n allen de schouders eronder zetten, dan denk ik wel dat we al onze doelstellingen, zowel de VN-doelstellingen, maar ook de doelstelling om een neutrale, een CO2-neutrale samenleving te kunnen hebben, dan denk ik dat we die doelstellingen willen gaan halen. En daarvoor heb ik eigenlijk één boodschap voor jullie allemaal. Ga aan de slag. Verkondig het niet alleen, vertel het niet alleen, maar doe het ook zelf. Begin bij je eigen, want dat is op zich een heel belangrijk gegeven. Nu, ik probeer het zelf ook thuis altijd
tegen mijn dochter te zeggen, maar ook in de politiek zijn we er allemaal over bezig. We kunnen erover blijven palaveren, maar eigenlijk moeten we het allemaal gewoon doen. We moeten niet zeggen, ja maar kijk naar het oosten, daar zijn de problemen nog veel groter. Of het tal van ontwikkelingslanden, daar is men daar niet mee bezig en daar is juist de problemen. Nee, we moeten er allemaal zelf aan beginnen. En dat is toch de boodschap die ik heel graag wil meegeven hier aan jullie. We moeten het allemaal gewoon zelf doen. En dan denk ik wel dat iedereen zich heel erg ervan bewust is. En dat we kunnen werken aan een zuivere, een mooie planeet. Waar we allemaal nog een heel lange tijd kunnen samenleven. Ik wens jullie alleszins nog een hele boeiende en leerrijke namiddag. En opnieuw uiteraard een schitterende toekomst voor iedereen die hier in deze zaal zit. Dank jullie. Dank u wel, mevrouw Peters. Dat was duidelijk, helder en duidelijk. Het is aan jullie in zekere zin. Sommige mensen kunnen jullie op weg helpen, tips geven, advies geven over hoe er met ecologische omgeving moet omgegaan worden. Dat gaan we hier vandaag doen. En ik zou om te beginnen iemand op het podium willen roepen die daar enig verstand van heeft. En overigens werkzaam is bij een medium waar ik altijd met veel jaloezie naar heb opgekeken. Uw applaus voor Nathalie Guns van National Geographic. Alsjeblieft. Dank mevrouw. Die stoel mag u hebben. Dat is een houten stoel, geen plastieke stoel. Zelfs de flespa is van glas. Ja. Ik heb vandaag al wel een plastieke fles opgemerkt. Daar liggen er een hoop in elkaar. Daar gaan we het zelfs over. Nathalie, u werkt voor National Geographic. Ja. En ik moet daar vreemd genoeg, ondanks de rijke traditie van dat geweldige blad, in eerste instantie was het een blad. Ik weet niet of er mensen in de zaal zijn die ofwel zelf, maar ik vermoed hun ouders, zo ongeveer 2 meter van die fantastische gele kaften in het rek hebben staan. Ik denk dat ik ongeveer 5 meter in mijn rek heb staan, want ik ben helemaal verslaafd daaraan. Het blad, het maandblad National Geographic, ondertussen ook erg bekend van de zender National Geographic. Ja. En daar werkt u voor. Welke job heeft u dan precies? Ik ben PR en marketing manager voor Vlaanderen. Ja. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk alles wat er op televisie gebeurt, zou ik bij het doelpubliek moeten bekendmaken. Dus bij de tv-kijkers. Meestal zijn dat meer jullie ouders dan die hier zit. Maar ja, wij zorgen ervoor dat wat National Geographic eigenlijk wereldwijd doet, dat ook hier in Vlaanderen doorzet. Ja, en dat lukt, hè? Ja, want het lukt, ja. Zeer succesvol. Wij komen allemaal uit de tijd van het maanblad, waar we allemaal verknocht aan zijn. Maar nu is er dus die zender. En het valt mij op, buiten de fantastische reportage die er al in stonden, het gaat steeds vaker over milieu, omgeving, ecologie. Ja, dat is een bewuste keuze. Inderdaad. Misschien eventjes een kleine achtergrond. National Geographic Society is opgericht in 1888 door 33 wetenschappers. Die eigenlijk gewoon als doelstelling hadden wat zij zelf bedacht hadden, gaan publiceren, meer bekendheid geven. Dus in het begin was dat een heel droog verhaal. Er is ook nog heel felle ruzie gemaakt op het moment dat ze de eerste foto's wilden publiceren. Want er waren mensen die zeiden van ja... Foto's, nee, dat wordt niks. Nee, dat wordt niks. Trouwens, het is hier serieus, dus we gaan dat niet doen. Er hebben dan een paar mensen ontslag genomen en die zijn lekker droog iets anders gaan doen. Het wetenschappelijke tijdschrift is dan geëvolueerd naar magazine dat we nu kennen. Er is ook een Nat Geo Junior, die jullie misschien wel of misschien wel beter kennen, waar jullie in het verleden ook nog een abonnement op hebben gehad. En daar is de zender ook nog bijgekomen. En eigenlijk is het zo dat alles wat je ziet van National Geographic, of het nu het magazine, de zender is of producten, daarvan gaat meer dan een kwart van de opbrengsten gaat terug naar National Geographic Society. En die society die doet wetenschappelijk onderzoek. Die steunt ook het vertalen van dat wetenschappelijk onderzoek naar ons allemaal. En waar men in de jaren 70 bijvoorbeeld erg bezig was met het verdwijnen van regenwoud. Jane Goodall, misschien ook wel gekend, die enorm veel onderzoek gedaan heeft naar het gedrag van mensapen. Zag men nu eigenlijk in alle verschillende departementen dat er één probleem naar boven kwam. Ecologie.
plastic. Plastic. Plastic, ja. Vooral. Mensen die met de oceanen bezig waren, die vonden daar de microplastics in. Dieren werden onderzocht die ook microplastics bevatten. Maar ook bijvoorbeeld heel veel zakken hadden, plastic zakken hadden opgegeten. Bij wetenschappelijk onderzoek kwam men schildpadden tegen met rietjes in hun neus, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus National Geographic heeft snel aangevoeld dat dat een thema is waar zeg maar, het bedrijf zich achter moet zetten. Ja. Met veel succes. Ik weet niet of mensen zich dat herinneren. Vorig jaar was er een award-winning foto, een cover van het blad die overal getoond is, waarbij deze cover, die ik nog altijd fantastisch vind. Ik dacht eerst toen ik het blad kocht of in de bus kreeg, want ik ben geabonneerd, ik dacht automatisch ijsberg. Ik zag direct de ijsberg. En pas 10 seconden later zag ik waar het echt over ging. Ja. Nathalie, het gaat over plastic. Ja, het gaat over plastic. En het is inderdaad een wereldwijd initiatief. En het is ook de eerste keer de laatste 10, 15 jaar dat er vanuit National Geographic over heel de wereld heen een meerjarenplan is opgezet om iets te doen aan de plasticproblematiek. Om mensen bewust te maken van het probleem, maar om hen ook te laten weten van ja, eigenlijk een stukje van de oplossing heb je zelf in handen. Regering kan veel doen, bedrijfsleven kan veel doen, maar eigenlijk zijn wij degene die tegen een regering en tegen een bedrijfsleven moet zeggen van dit willen we wel en dit willen we niet. Mijn komkommer hoeft niet in plastic verpakt te worden. Ik heb geen plastic flesje nodig om water mee van A naar B te dragen. Dat soort dingen, dat zijn de zaken die wij kunnen doen. Dus de sterkte vind ik van dit blad en bijvoorbeeld van zo'n cover, is dat het mensen echt doet nadenken. Het feit dat ik in de war was, en ik ben me redelijk fel bewust van ecologisch denken, bewijst dat we het nog altijd niet snel doorhebben. Hè? Ik vond het op verschillende fronten trouwens, op verschillende lagen, een hele sterke cover. Het feit dat je eerst aan een ijsberg denkt, maar een ijsberg, typisch daaraan, slechts 1/7 van de ijsberg komt boven water, de rest zit eronder. Wel wat dat betreft vond ik dit een hele mooie metafoor, want wij kennen maar een heel klein deel van het plasticprobleem. Ja. Dat is zichtbaar. Al de rest zit er bij wijze van spreken spreekwoordelijk onder. Ja. Dus er is veel werk aan de winkel. Ja, en om dat te doen, zou ik jullie eens allemaal willen uitnodigen om jullie smartphone boven te halen voor 1 keer. Mag het? Al even uit. En dan mogen jullie allemaal surfen naar stopmetplastic.be. Ah ja. Want een van de psychologie achter de campagne die we nu starten en die in mei, juni eigenlijk gaat lopen, dat is dat je, als je mensen met het volledige probleem confronteert, dat is te veel. Als je, Dieter heeft een heel mooi voorbeeldje aangehaald van dat flesje, waar je gewoon een herbruikbaar drinkbus kan gebruiken. Als je tegen mensen gaat zeggen van kijk eens een keer rond in je hele huis en alles wat daar plastic is, doe dat eens weg. Dat is veel te veel. Daar kan je niet mee beginnen. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben ons gefocust eigenlijk op 5 wegwerpplastics. Jaarlijks verdwijnt er 9 miljard kilo plastic afval in de oceaan. En we hebben een wereldwijde doelstelling. Wij willen tegen 2020 willen we 1 miljard plastic behoeden om in de oceaan te geraken. Nu, ik weet zeg niet, jij nu 1 miljard kilo per dag plastic? Nee, ik zei 9 miljard per jaar. Per jaar? Oh, oké. Okay, ja, gezegd ja, okay. Nee, nee. Ja. En 1 miljard stuks afval willen we ervoor zorgen dat die niet naar de oceaan gaat. Nu, jullie zullen waarschijnlijk allemaal denken van ik ben nog nooit naar Oostende gereden om mijn plastic flesje daar even weg te gooien en terug naar huis te komen. Maar zo werkt het dan ook niet, hè? Nee, maar zo werkt het niet. En dat is misschien wel goed om mee te geven als achtergrond. 40% van de plastic dat geproduceerd wordt 1 keer gebruikt. Dat is uw plastic zakje waarmee je naar huis gaat. Dat is ook uw douchefles. Dat zijn dat soort dingen allemaal. Als je een goede burger bent, dan doe je dat wel. Bij mij in Antwerpen, jullie hoorden dat misschien al wel, maar mijn mama is wel van Limburg. Is de helft, we hebben de bruine zak en de blauwe zak, dus je gooit die daarin en je denkt, amai, ik ben keiflink. Dat heb ik echt goed gedaan. Maar wat gebeurt er dan? Van die plastic die dat je in de blauwe zak gooit, waarvan jij zegt van, kijk, dat gaan we recycleren, daar wordt maar een fractie van gerecycleerd. Want de recyclagefabrieken zijn niet voorzien op alle types plastic
die geproduceerd worden. Wat hebben we ook gedaan in Europa? Dat is, we hebben gezegd, weten wat? We steken dat in containers. Want die komen van China. En dan zijn die leeg. Dan steken we dat in die containers. Dan sturen we dat terug naar China. Ja. En dan kunnen we zeggen, oh, ze gaan het thuis. We zijn er vanaf. Want dat is nogthans wat wij altijd te horen en te lezen krijgen. België scoort ontzettend goed in Europees en globale context op het zogenaamde recyclen van ons afval. En daarmee stellen we onszelf ook gerust. Ja. We hebben heel vaak zoiets, maar wij zijn goed bezig. Het zijn die Chinezen die het fout doen. Ja, maar die Chinezen die krijgen onze plastic. Natuurlijk. Allee, die hebben nu gezegd, dat willen we niet meer. Dus dan doen we dat. En we sturen dat naar nog armere landen. Van plastic, wereldwijd wordt er maar 9% gerecycleerd. 12% verbrand. Met de schadelijke uitstoot te vervolgen. En de rest wordt gewoon, komt terecht op een stortplaats of ergens in het milieu. Want wat op een stortplaats terechtkomt, stortplaatsen trekken heel veel vogels aan. Die vogels die pikken een stukje op. Die denken, oh, dat is mooi voor mijn nestje of zo. Die laten dat ondertussen ergens vallen. Dat komt terecht in een rivier en via de rivier gaat dat naar de oceaan. Of dat blijft tussen de 0 en de 450 jaar. 450 jaar, hè. Dat plastic flesje, die cover van uw telefoon, 450 jaar. Vooraleer dat het ook maar een beetje afgebroken is. Tja, die van mij is meestal na een week al kapot. Maar goed, op een andere manier. Op een andere manier, inderdaad. Ja. Dus na 400, in heel dat proces van 450 jaar komen die microplastics, waar Dieter het ook al over had, die komen vrij. Die komen terecht in de grond. Grondwater. Grondwater wordt gerecycleerd en wordt genoeg gebruikt om ons drinkwater te maken. En dan uiteindelijk, wat wij hier vandaag zeggen, drinkwater is eigenlijk gezonder en is eigenlijk beter, zijn we met z'n allen op dit moment aan het, ik ga een mooi woord zoeken, verknoeien. Ja, oké. Okay. Denkt u, is er hoop? Want we proberen er ook vandaag een positieve boodschap aan mee te geven. Dat is een beetje het probleem als het over milieu en ecologie gaat. Het klinkt al heel slecht, ook uit mijn mond, bijzonder negatief en hopeloos. Ik denk dat we stilletjes aan de mensen moeten overtuigen van het feit, er is beterschap in zicht. Het kan anders. Er is hoop. Elk flesje, elk vorkje van uw frietjes of lepeltje van uw crème glace dat je weigert, elk stukje waar je van zegt, elk zakje dat je weigert, dat is één zakje minder. Ja. En als we dat met z'n allen doen, en vandaar ook die wereldwijde campagne van National Geographic, als we dat met z'n allen doen, dan gaat er aan de kant van de producenten een zeer duidelijk signaal afgeleverd worden. En die producenten die gaan zeggen van, goh, ten eerste gaat er minder geproduceerd worden. Wat dat er niet geproduceerd wordt, moeten we niet recycleren, moeten we niet verbranden, moeten we niet weggooien. En ze gaan op zoek naar andere zaken. Dus eigenlijk is daar het duidelijke verhaal van, wij allemaal, het is altijd makkelijk om naar een andere te wijzen, maar wij allemaal hebben dat in handen. En als je met iets klein begint, ik heb het ook gemerkt, vorig jaar zijn we deze actie opgestart. Ik ben ook begonnen met die 5 zaken die jullie op jullie telefoon hebben teruggevonden. Ondertussen zijn er bij ons geen doucheflessen meer in huis. Wij wassen ons gewoon met zeep. Dat is zo'n blokje, dat is iets heel eigenaardig. Je mocht daar ook mee reizen. Dus als jullie op vakantie gaan, moest je het vliegtuig nemen en dan uw CO2-afstoot afkopen en zo. Maar dat kun je dus ook gewoon in uw handbagage mee verder. En bij de Lush hebben ze dat in heel mooie vormpjes, kleurtjes, geurtjes. Oké, okay, zo'n dingen weten mensen vaak niet. In ieder geval, Nathalie, heel veel bedankt. Het lijkt mij een heldere boodschap. En de mensen hebben allemaal de app en de website bekeken. Voor mensen die meer info willen, straks na dit gedeelte, achteraan heeft u een stand staan. Van National Geographic, u bent er hopelijk nog even. Los daarvan, los van die boodschap, een geweldig blad. Nogmaals, ik denk dat bij uw ouders in de kast staat. Dat is het leuke. En ook een hele mooie zender. Natuurlijk. Maar ik zou zeggen, bladen nog eens door die bladen en wordt u stilletjes aan meer bewust van de schoonheid van onze omgeving. National Geographic probeert dat iedere keer te highlighten in het blad, op de zender, op de website. Daarmee aan de slag, mensen. Dank u wel, Nathalie. Dank u wel. Dieter. Yes. Onze vliegende reporter Dieter, die staat nu daar en ziet daar iemand. Ik neem aan dat Fien gaat zijn. Ja, ik zie vooral een hele hoop plastic. Ik denk dat Fien een drinkbus nodig heeft. Dat is ook een reden dat je een jaar denk ik, bij elkaar verzamelt van plastic. En dus uitspaart als je een drinkbus hebt. Dag Fien. Ik heb het van kleine mensen verzameld. Van kleine mensen verzameld. Zelf gekocht allemaal? Nee. Vanuit de omgeving of vanuit de
komt zelf uit de natuur. En ook uit de natuur van de haak en de festival. Ze zijn eigenlijk naar de leraar van de haak. Zeker, jij hebt dat is een bergplastic liggen. Dat is de bedoeling, dus het is wel de mening. Ja, zeker. Dit is mijn stukje van de ijsberg, Achtoon. Want ze zijn allemaal al bekend met de eerste wanhoop en hoop. Dus langs de ene kant heb je het doelbeeld dat ook bij ons in de toekomst gaat gebeuren, dat ons straat vol ligt met plastic. Maar langs de andere kant zitten in de flessen zelf ook boodschappen. Dus wat wij kunnen doen om vervuiling tegen te gaan. En dus zo ook een boodschap van hoop. Want er noemt ook een message with bottles. With bottles. Kunnen ze wat voorlezen met de boodschappen? Fiets jij ook? Ik neem mijn verantwoordelijkheid, jij neemt je verantwoordelijkheid, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Beloon mensen die met de trein gaan. Een regendruppel is een element van een mondregen. Een mondregen kan een stortregen worden, net zoals één klimaatspijn naar duizenden volgers kan. En zo denk ik dat elke kleine detail, alles wat we kunnen doen, kan verandering brengen in onze wereld. Ook al zijn politiekers vandaag een beetje aan het kort schieten met ons te helpen als burgers om dit probleem aan te gaan, denk ik dat wij allemaal samen wel iets kunnen doen. Dat zijn wij eigenlijk die daar de stem tot samen nemen naar de overheid om onze boodschap over te brengen. Dit willen wij niet meer. Actie. Is dat tijd. Maar ja, dat is fijn. Doe er zelf mee aan. Plastic, waterschap, thuis. Ik doe mijn best. Doe je best. En ik probeer ook met mensen in gesprek te gaan om daarover te gaan praten. Want ik ben al in september dit probleem aan het proberen aankaarten via de kunst die ik maak. En het begint te gaan om een woord te krijgen. Soms moeilijk, soms relatief. Ook want toen ik daarnet in rondkeek als de mensen binnenkwamen, viel ik me op dat iedereen probeerde, of toch heel veel mensen probeerden rond de berg te kijken. Dus het is er wel genoeg, maar het komt er wel. Kijk, liever weg dat probleem is dat liever. We zijn zo gewoon onze neus. Het is zo gemakkelijk om een aantal flesje water te maken. Dat is heel fijn. Hè? Mooi. Oké, Dieter. En Fien, een applaus voor deze twee mensen. Ja, het ziet er geweldig indrukwekkend uit, zo'n berg plastic. Zeker als dat achter een deur van een zaal zich bevindt, dan schrik je wel even. Het is op een rare manier een lelijk object. En toch zijn er ook mensen die zeggen, ja, het is lelijk en we zijn er geweldig tegen. Ik ken ook mensen die zeggen, ja, in al zijn lelijkheid is het misschien zelfs een mooi object. En moeten we het een vorm van kunst gaan noemen. Maak op podium roepen, uw applaus, toon eerlijk eens, alsjeblieft. Dag Toon. Goedemiddag. En ik had het verwacht, die man heeft spullen bij. Pas op, je gaat op de micro zitten. Dat is niet de bedoeling, alsjeblieft. Dag Toon. Toon, zeg maar even, voordat je eraan begint, want ik weet dat je een bijzonder gepassioneerd, gedreven persoon bent, maar het gaat wel degelijk over afval. En jij wordt een afvalkunstenaar genoemd. Lichtjes ironisch soms, en je mag het cursief zetten, want je bent wel degelijk tegen sluikstorten. Ik ben heel degelijk tegen sluikstorten. Ik ben denk ik de grootste vijand van plastic sinds 10, 15 jaar. Maar ik ben niet zo'n goede babbelaar, dus dat moet je even geven. En omdat ik niet zo'n goede babbelaar ben, moet ik het anders laten zien. En ik laat het zien door ons plastic, wat ik langs de weg vind. Al gedurende 10 of 15 jaar door daar kunstwerken mee te maken, totems met plastic op. Statiegeldbomen, dus ik hang lege flesjes en lege blikjes in de bomen. Op die manier heb ik jou leren kennen.
Ik zag die foto's, ik zag op sociale media een zekere Toon Eerlijkes verschijnen de afgelopen jaren. Zeer aanwezig overigens. En ik wist in het begin echt niet goed, Toon, wat ik ervan moest denken. Ik zag allerlei constructies van plastic petflessen in de bermen van de weg. Die waren dan van jou. En ik was eerst niet zeker, wat bedoelt hij er nu mee? Maar het was duidelijk een soort subtiele protest. De bedoeling is van de mensen te choqueren. Ja. Als het op de grond ligt, dan zien we het nog niet meer. Het stroomt aan in de rivier, het ligt in de beek en we zien het niet. Als ik het in een boom hang of ik spijker het tegen een telefoonpaal, dan opeens zeggen de mensen, ja, moet je dat wel doen? Ja. Maar als het op de grond ligt, dan zien we het niet. Dus ja. De bedoeling is de mensen te choqueren en te laten zien waar zijn we mee bezig. Ja, waar zijn we mee bezig. Ja. Een heel praktische vraag, Tom. Ben je dan zo'n geoefend wandelaar? Ik heb de indruk van wel dat je al die dingen tegenkomt en dan in deze wondere groene provincie. Hoe erg is het gesteld? Het is een catastrofe. Een catastrofe? Een catastrofe. Als je langs de oevers van de Maas gaat wandelen. Ik heb foto's op mijn Facebook, staat mijn Facebook erbij, want ik wou eigenlijk hetzelfde doen als Nathalie, maar ze is mij voor geweest, godverdomme. Kijk straks eens op mijn Facebook, Toon Eerlijkes, ja. Of is dat ouderwets ja, Facebook? Ja, ik ben erop geabonneerd, zoals ik ben een vriend van hem. Ja, maar zij zitten misschien allemaal op Instagram, ik ken ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Maar in ieder geval, u zegt het is een catastrofe. Het is een terwijl wij zelf altijd als Limburgers denken, wij wonen in een bronsgroene provincie, het fietspadennetwerk, het is fantastisch. Mij stoort het geweldig wanneer ik sluikafval tegenkom. Bij u zit dat nog een graad hoger. Ik denk dat ik een geoefend oog heb. Ja. Ik zie het allemaal en ik probeer het ook voor iedereen op die manier zichtbaar te maken. We kunnen het structureel verbeteren. Als we allemaal één flesje minder drinken, dat maakt geen verschil. Maar als de regering zegt, morgen hebben we statiegeld, dan ligt er geen enkel flesje, geen enkel blikje meer langs de weg. Dan is dat probleem al opgelost. Dus het nadeel zou zijn, ik spreek nu even advocaat van de duivel, ja. Ben het er mee eens, het nadeel zou kunnen zijn, zeggen critici, ja maar dan krijg je een soort statiegeld-economie, een statiegeld-toerisme. Ja, dat is trouwens zeer, want Duitsland heeft al zoveel jaar statiegeld, Noorwegen, daar werkt het perfect, waarom zou het hier niet werken? Ja. Ja, en als er mensen zijn die toch nog een flesje weggooien, dan zal ik ze wel allemaal oprapen en dan hangen ze niet meer in de bomen, dan breng ik ze binnen. En dan is dat probleem opgelost. Krijg je wel eens kritiek onderweg? Nou, nee, onderweg niet, maar op Facebook wel. Maar onderweg. Hoe luidt dan die kritiek? Want dan ben jij plotseling de vervuiler. Dan ben ik de vervuiler, ja. Ik wil misschien overstappen naar mijn carnaval, waar ik ook al jaren voor strijd voor een duurzaam carnaval. Ja, nu raakt er een gevoelig thema aan in deze provincie. Ja. In Limburg ligt dat heel gevoelig, want carnaval, dat zit in onze genen. Blijkbaar. Bij veel mensen. Bij mij iets minder. Maar bij mij ook niet, maar ja, ik heb er niks op tegen. Okay. Maar als ik na carnaval in elk dorp, in elke stad waar de stoep is geweest, ga kijken, dan vind ik overal zinloos plastic wat daar de dag tevoren of de week tevoren. En als je gaat kijken straks op mijn Facebook, eerlijk eens, zult je zien dat het na 3 weken het er nog ligt. Plastic dat gratis wordt uitgegooid. Ja, ik heb er 2 handen, hè. Stijn, handen, ik loop vast. Ja. Dit plastic heb ik 2 dagen na carnaval in Kotum, ja, aan de Maas, heb ik uit de beek gehaald. Ze hadden al 2 dagen opgeruimd. De afvalwagens reden op en af met een veegmachine en van alles. Ja. 2 dagen later raam ik dit uit de beek. Mag altijd op, ja. En ik weet niet wat er is doorgespoeld, dat kan ik niet laten zien. Nee. Maar veel tijd. Dus het houdt niet op, hè, Tom? Ze hebben ze opruimen, Toon. Ze hebben ze opruimen. Rustig. Met kalm, zoals ze in Kotum zeggen. Zeg, nee, even, ik wil een paar dingen weten. Dank u. Uw inzet, jongens, opletten. Het is toch waar, hè? Uw inzet is tomeloos en zeer begrijpelijk. Ik heb een vraag. U die dit al jaren doet, wie is de gemiddelde
ja, wie gooit zijn zwerfvuil weg? Wat is het profiel van zo'n persoon? Dat is de verkeerde vraag. We moeten niet kijken wie is de gemiddelde vervuiler. We weten dat we een probleem hebben als we wegwerpproducten maken. Ze worden weggegooid. Of dat nu Jan, Piet of Klaas is, dat blijft hetzelfde. Er zijn oplossingen voor. Statiegeld en er wordt geen blikje, geen flesje meer weggegooid. Daar bent u zeker van? Daar ben ik zeker van. Ofwel raap ik ze op. Ja. Dan word ik stinkend rijk. Ja, waar? Ja. Plastic, dat we carnaval zomaar gratuit wordt uitgegooid, dat kan toch niet meer? Het is 2019, de zeeën liggen vol. Dat wordt in elke stoet uitgegooid. Met kamions gelijk. En dan gaan ze dat s'avonds opruimen met een borstelke. Hier, die gooien ze nog mee uit, ook nog. Zeg, Toon, als ik even mag nog, ter afronding. Nee, voor alle duidelijkheid, het is jonge, toch waar? Jonge mensen. Voor alle duidelijkheid, deze meneer heeft absoluut gelijk. En demonstreert bovendien dat het voor sommige mensen, en ik reken mezelf daar ook toe, een bijna emotionele aangelegenheid is. Dat is het, ja. En dat is iets heel vreemd. Ik merk dat ook als je kan fietsen of wandelen. Er is nog altijd een kleine categorie, gelukkig een kleine categorie mensen, die daar het emotionele helemaal niet van snapt. Werkelijk niet. Ik vind dat heel eigenaardig. Mensen, en ik probeer ook een soort profiel te schetsen van wie zijn de mensen, hoe moet uw geest in elkaar zitten, als je dat dan toch nog doet anno 2019. Nu, we gaan hier geen psychologische analyse maken van de medeburgers, maar ik denk dat voor iedereen in de zaal duidelijk is dat dat niet meer kan. Dat dat absoluut niet meer kan. Ja, en daarom, dat wil ik nog wel zeggen, moeten we allemaal aan onze burgemeesters, onze gemeenteraad vragen. Juist. Om dit, dat is toch een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Ze zeggen u allemaal, jij mag niet vervuilen. Jij zult niet vervuilen. Wat carnaval is! Dat mag dat wel, met de kamion gelijk. Tom, je moet er ook geen secte van maken, hè? Geen secte? Ja, maar ik bedoel, iedereen is er over eens. Nee, niet iedereen is erover eens. Want ja, maar de burgemeesters die ik aanschrijf en aanspreek, reageren over het algemeen niet. Niet, oké. Afrondende vraag, dan gaan we het hierbij laten. Jongens, belangrijk, even opletten. Moeten er strengere sancties komen? Nee, er moeten geen straffen komen op vervuiling, op vervuilers. Er moeten straffen komen voor de producenten die te veel plastic gebruiken, die wegwerpplastic produceren. Daar moeten straffen voor komen. Ja. Niet voor de individuele burger. De schuld ligt niet bij u en bij u en bij mij. De schuld ligt bij de producenten van die vuiligheid. Oké. Dat moet stoppen. Applaus hiervoor, mensen. Dank je wel. Dank je wel, voor. Merci. Dankjewel, Tom. Check even, en dat meen ik echt, check even wat deze meneer, en ik heb alleen maar respect voor zijn dadendrang, iemand moet het doen, en hopelijk zijn jullie de volgende die het gaan doen. Let daarop, het klopt niet meer als dit gebeurt, en check inderdaad die Facebook, Tom Eerlijk is afvalkunstenaar. Dankjewel. Ik zoek nog altijd, waar zit Dieter? Oh ja, Dieter, ja. Ja. Tussen de rommel door. Het kleurt wel ineens het podium, moet ik zeggen. Op een bepaalde manier. Goed. Hebben wij al klank, Dieter? Okay. Ja, ik ben terug. En wie zoeken we? Hier komen mensen aangewandeld en ik vermoed dat dat uw klanten zijn. Ja, die zijn hier voor mij. Dag allemaal. Hallo. Jullie hebben al een fijne ochtend gehad, denk ik dan, hè? Fijne ochtend, samen met de kleuters. Ja, en wat hebben jullie gedaan? Heel het kleuter, alleen die het kleuteronderwijs studeert, is in verschillende scholen in Limburg, zijn wij nog aan de slag gegaan. En wij zijn met twee klasjes gaan werken. We hebben eerst eigenlijk vanuit een verhaaltje zijn we vertrokken, het verhaaltje klassiek soep eigenlijk. We hebben met de kleuters het verhaaltje gelezen en we hebben eigenlijk daarna gesprekken gevoerd met de kleuters over wat er gebeurde eigenlijk in het verhaal. En eigenlijk kwamen we tot conclusies, zeg maar, gingen eigenlijk plastic hergebruiken om zo'n materialen te maken. En samen hebben we gebrainstormd en hebben we met de kleuters eigenlijk ook ons eigen herbruikbaar speelgoed gemaakt met plastic. Zo zijn wij tot een parachute gekomen die dan uit het raam hebben naar beneden laten vallen. Toch niet met een kind? Nee.
Ja, wij hebben gewoon de parachute door het raam laten gaan en zo naar beneden gaan kijken van wat kunnen we het daar gebruiken. En het andere klasje is dan eigenlijk vanuit een kunstwerk begonnen. Zij zijn een kunstwerk gaan bekijken, bespreken. En ze hebben gezien dat kunstwerk is gemaakt uit allemaal afval. En ze hebben dan zelf ook een kunstwerk gemaakt. Eigenlijk zijn ze met een zeekiertje aan het werk gegaan. Eigenlijk het hoofd en het uiteinde waren dan in elkaar. En ze hebben dan eigenlijk hun eigen afval in de buik van het diertje getekend. En hebben ze iets bijgeleerd? Ja, zij zijn tot de conclusie gekomen eigenlijk als we gingen naar het verhaaltje luisteren van dat wij eigenlijk al in de maatschappij leven met heel veel plastic afval. En zij weten ook zelf van hun eigen dat we heel veel plastic hebben en dat we het ook kunnen hergebruiken. Zijn ze zich ervan bewust dat wij heel veel plastic wordt gebruikt? Ja, ik denk ook wel dat ik heel erg zelf niet gewoon iets te zien vergingen. Stonden, maar ze weten er meer van dat wij eigenlijk zo denken. En wat was dat zo verrassend? De reacties vooral, ja. Dat ze weten dat het niet goed is, zowel voor ons als voor de dieren, dat we het eigenlijk in de vuilbak moeten gooien en moeten recycleren in plaats van het gewoon op straat te gooien. Dus bij de kleuters is er ook al een soort van bewustwording? Ja, eigenlijk wel, ja. Fantastisch. Ja, hoe is dat voor jou? Wel, ik ben meegegaan om mijn studenten te begeleiden en bij te staan. Ja. Ik geef zelf taal en ik probeer dan ook daar aan te leren dat ze via boeken en via verhalen kleuters heel erg bewust kunnen maken. Dus ook op jonge leeftijd kan je eigenlijk kleuters al heel veel aanleren rond die problematiek. Ze zeiden zelf al hebben een boekje plastic gebruikt, maar er zijn ook nog heel veel andere boeken die gaan over milieuproblematieken die op een begrijpbare manier aan kleuters uitleggen dat er eigenlijk heel veel werk aan moet. Dus dat wordt in de opleiding echt al meegegeven. Dat is heel belangrijk dat zo zaken worden doen. Ja, en dat ben ik zeker niet alleen. Dat is ook mijn andere collega's die daar oog voor hebben. Degenen die bezig zijn met wetenschappen en techniek zijn daar ook in de maatschappij. Wordt daar ook aandacht aan besteed. Dus dat is eigenlijk wel iets wat vanuit de opleiding gedragen wordt. Dat we dat proberen die bewustmaking zo jong mogelijk bij onze studenten. En die dat dan weer doorgeven naar de kleuters. En blij met het resultaat? Heel blij. Ik ben heel fier op mijn studenten. Ja. Dat wij allemaal. Applaus. Dankjewel dames en Dieter. Dit was een verhaal over de betrokkenheid van kleuters. Heel belangrijk. Hier zitten een aantal aankomende kleuterleiders in de zaal. Hier zitten ook een aantal aankomende lagere schoolbegeleiders in de zaal. En kinderen in die leeftijd zijn denk ik extra ontvankelijk voor wat er zich afspeelt in de wereld. Kunnen zich daar ook af en toe geweldig zorgen in maken. Zelfs in die mate dat ze bang van worden. Dat hoeft misschien ook niet. Maar het is wel belangrijk dat ze weten waar het over gaat. En iemand die ik daaromtrent uitnodig op het podium is auteur en docent Luc Hanegeefs. Uw applaus voor meneer Hanegeefs. Dag Luc. Wie zie je het? Oké, tussen het afval van Toon, maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Ik weet het, dat is ja, ik weet het. Meneer Hanegeefs, u geeft les aan de PXL, maar niet aan deze groep. U zit in de afdeling journalistiek, ja. Maar bent tevens ook auteur van kinderboeken, jeugdboeken. Ja, ik ben auteur van volwassenen en jeugdboeken, eigenlijk vooral boeken voor jongvolwassenen. Maar ik was eigenlijk heel vereerd en het deed mij plezier toen ik de vraag kreeg vanuit PXL om te zeggen van kijk, wil je misschien eens een verhaaltje maken dat wij kunnen gebruiken voor een workshop voor jongeren van het eerste en tweede leerjaar, dus leesboeken en grote leesboeken. Het was een hele uitdaging, het was een leeftijd waar ik al lang niet meer voor geschreven had. En we hebben op dat leeftijd eigenlijk meteen een hele goede afspraak gemaakt. Ja. Ik had gehoord wat de richting was waarin dat de workshop ging. En toen heb ik gezegd van kijk, goed, ik wil dat wel doen, maar ik wil in de eerste plaats het verhaal schrijven. Ik wil een verhaal schrijven waar dat de lezer een boodschap kan uithalen. En de lezer is in dit geval ongeveer 6-7 jaar. Die is in dit geval 6-7 jaar. Of het wordt voorgelezen of het al zijn gelezen. Ja. U noemt hem trouwens een milieubewuste lezer vanaf 6 jaar. Ja. Dat is een specifieke subcategorie eigenlijk. Dat is een subcategorie, ja. Maar Stijn, ik had onlangs de eer om een proefles mee te maken met en het verbaasde mij dat die jongen daar effectief in lezen. Ja. Ja, misschien een beetje wat ik daar straks in de inleiding zei. Hier zitten we stilletjes aan met de eerste generatie docenten die er zitten aan te komen, die daar effectief werk van kunnen maken in de klas. Ja, dat heb ik nooit meegemaakt en u ook niet, denk ik. Nee, dat is de bedoeling. Jullie zijn
te jong voor de National Geographic geboekt. Dus ik begrijp, u bent te oud voor dit boek, maar het is er ook niet voor jullie bestemd. Het is bestemd voor de leerlingen waar jullie later mee gaan te maken. En voor jullie kinderen, voor mijn part, als jullie daar willen voorlezen. Maar wat ik wilde zeggen, is dat wat eigenlijk heel belangrijk vind. Het is een verhaal waar je een boodschap kunt uithalen. Het is geen boodschap waar een verhaal zo geschreven is. Maar dat is een heel groot verschil. Ja. Weet je, daar kom je zo bij die dialogen uit in de zin van je moet recycleren, zegt Jantje tegen Mieke. Ja. Oh ja, zegt Mieke, wat is recycleren? Ja, zegt Jantje, recycleren is, en dat is het dus. De Samson en Gert aanpak. Eigenlijk. Maar dat maakt niet uit, met alle respect. Maar u zegt van dit verhaal, het heet trouwens Opgeruimd Startnetjes. Vertrekt wel degelijk vanuit het verhaal. En eigenlijk de boodschap is er mooi in verweven zonder dat die te fel opvalt. Dat is de bedoeling. Ja. Dus ik heb het verhaal geschreven, hadden we de afspraak van kijk, ik schrijf mijn verhaal. Als het voor jullie goed uitkomt om het te gebruiken in de workshop, gebruik het. Dan is het wel gemaakt. Als het niet uitkomt, ja, dan wordt het gewoon ja. Dat bij klaar zijn. Het is heel concreet, Luc. Een kind van pakweg 8, 9 jaar, als die nadenkt over een omgeving, ik weet niet precies hoe een kindergeest in elkaar zit, waar ligt hij dan van wakker? Wordt een kind van 8, 9 jaar bang van wat hij tegenwoordig ziet op tv, wat hij hoort? Klimaat warmt op, plastic in de oceaan. Hoe zit dat? Ik ga ervan uit dat ze veel meer getriggerd worden door de dingen die ze ook in de realiteit zien. En ik denk nu heel even, ik woon in Zeeland net op de grens van Limburg. Er zijn veel bossen, er zijn ook heel veel bossen waar kleuterspootjes het vuil komen opruimen. Jullie kennen dat, staat er zo'n bord van. Hier heeft kleuterschool en alles opgeruimd. Kleuters gaan daar naar boven vallen. Ah, veel minder dan over. Heel concreet. Dat is ook de insteek van het boek, hè, want het gaat over, ja, het gaat over milieu, maar ik kan net zo goed zeggen, het gaat over vriendschap, het gaat over liegen en eerlijk zijn. Maar ik vind het meer dat een eekhoorn is, dat is voor jongeren. Eekhoorn, die heeft ruzie gemaakt met zijn vriendinnetje, en die wil het eigenlijk goed maken. En die wil haar een cadeautje geven. Maar heeft geen flauw idee wat hij wil geven. En op een bepaalde dag, hij komt naar een bos rond, hoog in de bomen, en hij ziet dat er een aantal bossen in komt en een man gooit de vuist weg. En hij gaat er naar kijken, want dieren zijn daar eigenlijk wel heel erg naar benieuwd wat er in de zak zit. En in dit geval vind je een spel. Een spel. Ja. Deze gaat herkennen, dus wij zijn helemaal niet spel, maar er ontbreekt een pilootje. Dan begint eigenlijk het verhaal op gang te komen. Veel complicaties, een heel spannend verhaal, maar de boodschap is hier voor een heel groot deel. Kijk, gooi niet alles op de kinderen, wanneer er ook maar een stukje aan het breed is. Je kunt het ook wel gaan gebruiken. Ja, of repareren of wat dan ook. Dat soort boodschappen tussen aanhalingstekens zit eigenlijk in het verhaal van de weven. Oké. Heb jij nu de smaak te pakken? Je had de smaak al te pakken, want je schreef al. Maar dat je zegt van, ik wil mij meer focussen op bijvoorbeeld de ecologische ondertoon in een boek. Of is dat geen verplichting? Dat is geen verplichting. De meeste boeken die ik schrijf zijn historische boeken. Ja. Waar de problematiek helemaal anders is. Maar dit heeft mij eerlijk gezegd wel de zin gegeven om, ja, misschien toch opnieuw om zo'n aanvulling te doen. Ja, want je doet dit trouwens, of de uitgever doet dit in combinatie met Good Planet, die trouwens hierachter ook in de stad. Waar staat Good Planet? Oh, daar zitten ze. Kijk. Voilà, gaan jullie straks maar eens kijken. Ik mag straks hopen dat er meer mensen zijn dan die twee die iets hebben voor Good Planet, maar ik denk het wel, die komen allemaal naar jullie straks. Be prepared. Dat is een heel tof initiatief. Absoluut. Dat eigenlijk een boek wordt opgezet en hopelijk op niet te brutale wijze met een ecologische ondertoon. Ja. En je drukt het heel goed uit, het is een ondertoon. Hè? Dat is heel eventjes. Je moet als schrijver, je mag dat voor alle leeftijden, je mag eigenlijk je lezer nooit onderschatten. Nee. Op het moment dat je in een boek met een opgeheven vingertje. Juist. Ik bedoel, zelfs 6-7 jaar heeft dat een regio. Ja? Ja, absoluut. Mm-hmm. Dus dat vingertje zit. Nu kan ze gedaan wat Good Planet gedaan heeft. We hebben eigenlijk vanuit dit boek vertrekkend een afkomstig, noem ik niet vooral afkomstig voor alle duidelijkheid. Maar er is een afkomstig van mij, een veel kortere versie. En die wordt dan in de klas gebruikt voor de workshop. Een heel grote rij van de. En uiteindelijk krijgen de klassen die hebben deelgenomen aan het project. Dus met de bedoeling dat de juffrouw het voorbij schrijft. Oké.
Het is geschreven door Luc Hanegreefs, maar de mooie illustraties, altijd zeer belangrijk bij kinderboeken, zijn van Caroline Westerman. Het is echt heel knap. Ik ben niet echt nog een kind van 9 jaar, in mijn hoofd wel. Ik geef eerlijk toe, ik koop vaak kinderboeken. Heel veel van. Gewoon omdat ik het ook mooi vind. Dus laat dat een extra stimulans zijn, mensen, om straks in de klas er iets mee te doen. Ik heb nog één slotvraagje, Luc. Jij bent docent aan de afdeling journalistiek, hè? Dus niet education. Kan je voor jouw studenten ook iets betekenen als het gaat over ecologie, omgeving? Ja, en dat kan je aan de hand van de... Want dat is een ander, zij vormen straks een ander doorgeefluik aan de nieuwe generaties dan hen. Absoluut. Ja. En bij hen komt het erop aan om hen bewust te maken van de problematiek, om hen te laten maken. Maar dan in functie van onderwerpen die zijn, zoeken voor reportages, reportages, geschreven reportages. Dat is eigenlijk hun manier. Goed, dat ziet er heel goed uit. Dankjewel, Luc. Het boek Opgeruimd staat netjes is uitgegeven bij uitgeverij Klavis. En meer info achteraan bij de mensen van Good Planet. Dankjewel, Luc. Een applaus. Dankjewel. Dieter. Die yes. bevindt zich achteraan in de zaal en heeft, als ik mij niet vergis, Jannik in de buurt staan. Ja, sowieso. Ja. Dat schijnt een heel gepassioneerd man. Ja, Jannik, vertel eens. Ik ben heel erg bezig met klimaat en het heeft mij eigenlijk al veel langer bezig gehouden dan alleen nu, in deze periode. Ik ben er al eigenlijk mee bezig van mijn 16 jaar. En op het moment dat ik aan de leraaropleiding ben begonnen, dacht ik van, nu is het mijn kans. Nu kan ik eigenlijk mijn verhaal gaan vertellen en ervoor gaan zorgen dat leerlingen eigenlijk beter beseffen wat dat klimaat is, moet je kritisch leren nadenken en zij zijn degene die ook de toekomst in handen moeten nemen samen met ons. Jij wil de boodschap echt overbrengen op jonge leeftijd. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk mijn bedoeling en vooral het kritisch nadenken. Dat er zoveel via social media en via de nieuws zelfs informatie op ons afgevuurd wordt, waar ik dan denk van, daar moeten we wel even kritisch bij nadenken, is wel alles wat we horen, ook wel daadwerkelijk is. Over dat soort informatie gaat het dan? Bijvoorbeeld, een van de bendes die ik heel vaak zie, is dat er tegen 2050 meer plastic in de oceaan zal zijn dan vis. Maar heel vaak vergeten ze daarbij te zeggen dat dat een gewicht is. Want 1 kilo vis op je bord, of 1 kilo plastic in volume, is dan natuurlijk iets heel anders. Dus dat er wel eigenlijk een aantal veel meer plastic in de oceaan zal zijn dan vis. Dus het kan zijn dat het volume nu al bereikt is, evenveel plastic als vis. Ja, inderdaad. Ja, dat kan. Ik ben er niet wetenschappelijk mee bezig geweest, maar het zou wel kunnen. Maar je bent heel gepassioneerd en bezig. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat van mijn vader komt. Mijn vader is eigenlijk een Belgische fruitboer geweest en die altijd tegen mij heeft gezegd van je moet naar de natuur kijken door die bril dat je daar respect voor moet hebben. En hij was ook echt tegen pesticiden, heeft hij op verschillende manieren door iets aan proberen te doen. Nu ondertussen is hij geen fruitboer meer, maar hij is nog steeds gebeten hoe hij voorbewerkt in de tuinbouwsector. Maar ik denk dat dat mij wel geweten heeft. En documentaires op tv, van kleins af aan, vond ik wel leuk om naar meisjes te kijken. Ja. Maar nu is daar toch meer de boodschap achter wat mijn passie heeft. Ik herken het. Voor vele mensen is de natuur ook gewoon, ja, maar de natuur. Ja. En ze zijn ook een beetje vergeten dat wij deel zijn van de natuur. Ja, wij zijn ook maar dieren die op twee benen zijn gaan staan. Ja. En wij zijn ook maar de enige diersoort die eigenlijk ons eigen nest zo bevuilt. Ja, dat is inderdaad zo. En wij zijn degene die onszelf de meest intelligente soort noemen. Maar daar moeten we toch ook even bij nadenken. Want zo intelligent zijn we eigenlijk vandaag de dag niet. Dus we moeten eigenlijk in de helpbeweging gaan maken. We hebben meer gasten gelijk die aan het nodig zijn. Waar zit de Stijn? Ik moet enkel nog een microfoon. We hebben meer gasten zoals Jannik. Sterker nog, er staan er nog een paar op u te wachten. Ik laat ze naar het podium komen en dan komt u naar hier, Dieter. Maar ik op het podium roepen enkele vertegenwoordigers van de opleiding Lager Onderwijs van de PXL. Want die mensen... Ja. Die mensen hebben iets te melden. Ja, sorry, het is even... Ja, dat is gezond. Even lopen, ja, voilà. Die mensen hebben ook iets te melden en hebben zelfs een initiatief in gedachten. Voilà. Bij wie begin ik? Ja. Zeker, wat heb je te melden? Ik ben Lien en ik ben Demi en wij zijn vandaag, dus net zoals de andere studenten, een activiteit gaan doen in de vandaagse school omtrent plastiek. We hebben dat gedaan in de stilgebaande school in Kingen met nog twee andere studenten lager onderwijs.
En wij hebben daar dus een activiteit gedaan, een hoofdspel, Trivial Pursuit, met dan alle categorieën, bijvoorbeeld klassen. We hebben het gedaan in de derde leerjaar. In de klas zaten 23 leerlingen die heel interessant waren. Dat is waar. En wat heb je gedaan? Hoe heb je het aangepast, het spel? Dus we hebben Trivial Pursuit gekozen omdat het een spel is wat eigenlijk heel veel jonge kinderen wel kennen en het was leuk ervaren. En we wouden het leerrijke aspecten van aan koppelen, zodat ze toch op een leuke manier veel kennis opdoen. Ik heb ook, ja, er waren 6 verschillende kleuren, 6 categorieën. Daar dat deden ze zelf, ja. Ja, daar hebben we dat dus behouden en elke kleur een andere activiteit. We hebben een boogzoeker ingestoken, omtrent het thema. We hebben er nog beetjes erin gestoken over het aantal kilo wat er momenteel in de oceanen zit en voor die dingen. Zoals net aangehaald, de cyclus van de cyclus begint bij ons, maar het komt weer terug bij ons. Dat hebben we zelf laten maken en dat was eigenlijk heel leuk om te doen. We hadden niet verwacht dat ze dat zo makkelijk gingen kunnen, omdat ze ook heel jonge leerlingen zijn, maar het ging heel goed. Ik had het gevoel dat ze al veel wisten eigenlijk, dat ze al veel kennis hadden over het probleem. Ja, want op het einde ook een soort van leergesprek met hen. En er kwamen zelf heel veel leerlingen met dingen van ja, mijn papa gaat naar die winkel. Zodat ze daar geen plastieke zakjes geven, maar dan gaat zelf in een doos. En zelfs ook van het statiegeld in Duitsland en in Nederland zei ze ook van ja, mijn papa gaat daar naartoe gaan om het plastic naartoe te brengen. Dat was niet altijd dezelfde papa. Nee. Dat is goed nieuws. Zeg, en later als je les gaat geven, kan je dat meenemen in uw lessen? Ik denk sowieso de workshop waarop we vandaag hebben gegeven, dat u dat wel graag wil meenemen. De school waar we het gegeven hebben, wilt u ook hebben. Dus dat is wel leuk, denk ik. Ja. Maar ja, het is sowieso een boodschap die doorgegeven moet worden, eender op welke manier. Dus ik ga dat sowieso wel meenemen. Want ik heb ook kinderen, ik heb 3 kinderen en die komen vaak thuis met knutselwerkjes. Hè. En soms is dat gerecycled, hè. Dus met allerlei verzameld afval maken ze iets heel leuk. Maar vaak zit er dan zo nog zo'n plastic rondgewikkeld voor moederdag of vaderdag. Zo'n plastic voor rond de bloemen. Ik heb dat net gezien, die bloemen die aan de minister werden gegeven. Er zat papier rond. Top. Geen plastic. Heel goed. Maar dat soort... Het waren plastieke bloemen. Oké. Okay. Maar die gaan wel heel lang mee. Zeker 450 jaar. Ja. En ze gaan ook niet stinken. Maar is dat iets dat je zo... Het knutselmateriaal zelf, denk je daarover na als je les gaat geven, denk je? Ja, we hebben zelf ook tijdens onze opleiding al gezien in beeld om te werken met kosteloze materialen, zodat die de leerlingen zelf van thuis meebrengen en kunnen recyclen. Ik denk ook wel dat er heel veel mooie werken mee gemaakt kunnen worden. Ja, dus dat er geen nieuw plastic moet aangekocht worden, dat is iets waar jullie zich bewust van zijn. Ja, inderdaad, dat is ook wel echt opgedrukt, zeker in dit academiejaar. Dus. Want mijn zoon die kwam nu met Pasen naar huis. En wij moesten vroeger altijd zo'n eitje uitblazen. Dat is een heel job, je blaast maar naar je kaken kapot. Niet gemakkelijk, maar wel heel sympathiek om te doen. En dan moesten ze zo'n uitgeblazen eitje meegeven. Die hebben dat waarschijnlijk allemaal zelf nog gedaan. Of niet? Ja, maar mijn zoon kwam nu naar huis met zo wat hooi in een kringetje, een soort van nestje. En er lagen dan 5 plastic eieren in. Ja, ja. Daar zat ook wel een gatje in. Ik weet ook niet waarom. Misschien dat er een plastic dooier moest uitkomen. Zo. Als docent, houden jullie er ook rekening mee? Ja, heel bewust. Hè. Het is zoals aangegeven. Hè. Ze zijn ook veel in de opleidingen. We zijn al redelijk aan het brainwashen. Dat ze ook voor lichamelijke opvoeding met kosteloos materiaal werken. Ja. Alles wordt ook digitaal ingediend in een plastic mapjes. Dat is al langer mee de tijd. We maken hen daar heel bewust van. En ik denk dat het een actie als deze, dat ze ook gezien hebben dat kinderen daar echt al wel mee bezig zijn. En dat ze dat evenwicht gaan moeten zoeken tussen bewustwording en angst. Want dat is wel een woord om op te balanceren. Het is niet de bedoeling dat ze geen water meer willen drinken of geen vis meer willen eten. Nee, dat is waar. Je moet het op een andere manier aanbrengen dan dat ik hier deed. Ja, iedereen is hier al een beetje volwassen. Ze kunnen dat dus, ze gaan geen antwoorden krijgen. Heel fijn. Merci. Applaus, ja. Dankjewel. We hebben een Nederlandse gast op het podium. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Iemand die overigens ook actief is in de boekensector, mag ik wel zeggen. Daar is ook een mooie stand overigens. Ik raad u straks allemaal aan om de stands daarachter en de workshops te bezoeken. Altijd interessant, zeker voor mensen die straks in het onderwijs staan. Je kan er maar ideeën mee opdoen. Het is altijd een voordeel. Maar ik wens hier op het podium uit te nodigen uit Nederland, uit Nijmegen. Eindje rijden wel, maar is achterste voor te voet en op de fiets.
niet gekomen, neem ik aan. Nee, ik hoop van niet, want het is op tijd. Mark ter Horst, alsjeblieft. Dag Mark. Ik ga het kort houden, want jij houdt het iets langer. Je hebt een heel mooi boek geschreven. En overigens daarnet bij het vorige hadden we het ook over het mooie artwork van de boeken. Ik ben iedere keer verslaafd als een boek er mooi uitziet. En dat is hier ook weer het geval. Palmen op de Noordpool heet het. Een prikkelende titel op zijn minst. En we gaan daar niet te veel, ik ga daar niet te veel zeven rond hangen. Het ondertitel luidt het grote verhaal van klimaatverandering. Tekst Mark ter Horst, illustratie Wendy Panders. En Mark gaat een stukje voorlezen. Daar zijn we heel erg blij mee. Dank je. Dank je wel. Ik ga niet alleen voorlezen, ik ga ook eventjes een klein beetje erover vertellen. Ik mocht zelf de sheets doen. Moet je het? Ja, dit ben ik, Mark ter Horst, kinderboekenschrijver. Ik schrijf vooral non-fictie kinderboeken. Eigenlijk allemaal dingen die heel handig zijn voor jullie, voor in de klas. Een boek over aardrijkskunde, over geschiedenis, over natuur en techniek. Mijn laatste boek is Palmen op de Noordpool. En het gaat over klimaatverandering. Het is in augustus uitgekomen. Toen ik met het idee kwam bij de uitgever, toen zei ze van nou, dat wordt een heel saai boek of dat wordt heel ingewikkeld of te somber. Nou, inmiddels zijn we al een hele met de tweede druk weg. Er zijn al 5 vertalingen zijn er verkocht, dus het gaat eigenlijk heel goed met het boek. Dus ik denk wel dat het een goede zet is geweest om dit boek te schrijven en uit te geven. En zoals je inderdaad ook al zei, tekeningen zijn geweldig gaaf van Wendy Panders. Ik ga een paar kleine stukjes voorlezen, zodat jullie een beetje indruk krijgen van het boek. Ik wil even beginnen met het voorwoord. En dat heb ik een beetje anders genoemd. Het heet, eigenlijk moet je dit eerst even lezen. Ooit stonden er palmen op de Noordpool. Zie het voor je? De meest tropische bomen op een plek waar nu alleen sneeuw en ijs ligt. Over een tijdje staan ze misschien wel weer. Want het klimaat verandert voortdurend. In de ijstijden was het veel kouder dan nu. In de tijd van de dino's veel warmer. Maar de laatste jaren verandert het klimaat nogal snel. Daarom heeft iedereen het over klimaatverandering. Terwijl het best een ingewikkeld verhaal is. Met stukjes natuurkunde, scheikunde, geologie, biologie, meteorologie. Hoe kunnen amateurs zoals jij en ik dat nou snappen? Want we willen natuurlijk wel weten hoe het zit met de ijsberen, de orkanen en al die overstromingen. Daarom heb ik een paar jaar lang overal informatie verzameld. Op internet, in de krant, op tv, in boeken en bij mensen die er veel van weten. Ik heb alles voor jou en voor mezelf op een rijtje gezet. Op een manier die jij en ik meestal wel en soms net niet begrijpen. Maar als je het even niet begrijpt, is dat echt niet zo'n probleem. Als je even doorzet, begrijp je het weer wel. Je zult zien dat het grote verhaal van klimaatverandering over veel meer gaat dan ijsberen en uitlaatgassen. Daarom duurt het ook even voor die om de hoek komen. Eerst moeten we het hebben over vulkanen, mammoeten en bibberende wetenschappers. Daarna lees je alles over de klimaatverandering van nu. Wat gaat er veranderen? Voor wie? Waar? Waarom? Wanneer? Hoe? Is het heus? En mag je nog wel elke dag warm douchen? Dat vond ik zelf wel belangrijk. Nou, de ondertitel van het boek is Het grote verhaal van klimaatverandering. En dat heb ik niet voor niks gekozen. Ik ben zelf een enorme milieuactivist. Ik vind absoluut dat er iets moet gebeuren. Ik maak me er ook zorgen over. Maar ik vind vooral het hele grote verhaal, hoe het werkt op onze planeet, met het klimaat, wat voor invloed we erop hebben, dat vind ik heel erg interessant. Dus dat heb ik allemaal erin proberen te zetten. Het is dus ook best een dik boek geworden. En het is opgedeeld in natuurlijk de geschiedenis van het klimaat, de ijstijden, de oorzaken van klimaatverandering, de gevolgen van klimaatverandering natuurlijk. Ik heb een speciaal hoofdstuk over de gevolgen van klimaatverandering, want dat onderscheid moet je echt maken. Omdat het kinderboek is, staan er heel veel dieren in, dus ook een hoofdstuk over de invloed op de natuur. En dan gaat het natuurlijk ook over de maatregelen. Maatregelen die mensen kunnen nemen in het groot, maar ook die je zelf kunt doen. Nou, daar kom ik straks nog op terug, dus ik heb een stukje van voorlezen. Het laatste hoofdstuk, die was ik eigenlijk niet van plan te schrijven, heb ik lekker toch gedaan. Dat heet Wel is en niet is, de ondertitel daarvan is over het gezeur over klimaatverandering. En dat gaat natuurlijk over klimaatsceptici en iedereen die roept van ah, dat vliegt toch, dus ik kan er ook wel instappen. Al dat soort dingen die ga ik daar stuk voor stuk eigenlijk onderuit halen. Dus dat is toch nog een leuk hoofdstuk geworden. Even kijken. Volgens mij wil ik een stukje voorlezen nu over de oorzaken van klimaatverandering uit dat hoofdstuk. En dan gaat het bijvoorbeeld over, nou ja, ik vertel natuurlijk iets over broeikasgassen, waar komen die vandaan? Dan heb ik een paragraaf over
Dat heet uit de uitlaat, de paragraaf heet uit de schoorsteen en deze paragraaf heet uit de koe. Koeien kunnen heel onschuldig kijken terwijl ze in de wei staan te herkauwen. Ze staren een beetje melig in de verte, zich van geen kwaad bewust. Maar ondertussen dragen ze net zoveel bij aan klimaatverandering als de gemiddelde auto. Dat doen ze niet door CO2 uit te stoten, maar methaan, een van de andere belangrijke broeikasgassen. Methaan is ongeveer 25 keer zo sterk als CO2. Gelukkig blijft het wel veel langer in de... veel korter in de lucht. Ben ik in beeld? Methaan zit in aardgas en moerassen en in de boeren van koeien. Die zijn veel erger dan in scheten. Maar als een koeienvlaai begint te rotten, dan komt er ook een boel methaan vanaf. Koeien boeren zoveel methaan omdat ze vier magen hebben. In die magen verteren ze het gras dat ze eten. Dat gras bevat veel koolstof. Bij de vertering helpen allerlei bacteriën mee. En sommige daarvan maken methaangas van het gras. Dat methaan boeren de koeien uit en ze zeggen niet eens sorry. Nu is het ook niet echt de schuld van de koeien en zelfs niet van de bacteriën. Het komt doordat mensen zoveel hamburgers eten en melk drinken. Anders waren er lang niet zoveel koeien geweest. En lang niet zoveel schapen en geiten, want die kunnen er ook wat van. Eigenlijk zijn alle herkauwers boerkampioenen. Dus ook kamelen, giraffen, herten en zo. Maar van koeien zijn er 1 miljard op de wereld, doordat mensen er zoveel fokken. Nou, dit is vaak een eye-opener voor kinderen als je dit vertelt. Dat koeien ook heel veel invloed hebben. En veel kinderen zeggen dan ook van ik wil wat minder vlees eten, maar ik vind het zo lekker. En dan is, als het om klimaat gaat, is het dan een hele simpele tip om te zeggen van dan moet je geen vlees van herkauwers eten, maar vlees van kip of vlees van varkens. Er zitten natuurlijk andere nadelen aan, maar als het om klimaat gaat, zijn die veel onschuldiger. Nou, ik zei al van, het is natuurlijk best een lastig onderwerp om uit te leggen aan kinderen. En ja, ik heb geprobeerd om ze echt door het verhaal heen te trekken als het ware. Dus steeds een aantal teasers als het ware, elke keer in het begin van een hoofdstuk te zetten. Ik kan het even niet zien van het bier, ik kan het even meenemen. Dus een hoofdstuk waterstof en insectenburgers, dat gaat dus over maatregelen die je kunt nemen waarin je leest. Dat het misschien nog wel erger wordt. Wat het voordeel van drijvende huizen is, hoeveel kinderen je moet nemen, hoe een aardbei zijn sporen nalaat, waarom een vliegtuig soms zijn snackbar ruikt, waarom een uitlaat ouderwets wordt. Kortom, over de maatregelen tegen klimaatverandering. Op deze manier begin ik eigenlijk elke hoofdstuk en volgens mij zitten er altijd wel 1 of 2 dingen bij waarvan een kind denkt van, hoe zit dat eigenlijk, daar wil ik meer van weten. Ik ga jullie nu bijvoorbeeld eventjes laten horen hoeveel kinderen je moet nemen. Ik heb een aantal maatregelen dus in het boek staan, dingen die in het groot genomen kunnen worden. En ik wil geen opgeheven vingertje hebben. En daarom heb ik een aantal dingen heel snel op een rijtje gezet. En die ga ik niet allemaal voorlezen hoor. Do it zelf. Doe de deur dicht, doe het licht uit. Gebruik spaarlampen in plaats van gloeilampen. Gebruik ledlampen in plaats van spaarlampen. Zet de verwarming lager, trek een trui aan, doe de gordijnen dicht. Ga vroeg naar bed, douche niet te lang, douche niet te vaak. Gebruik een waterbesparende douchekop, douche samen, doe niet te veel water in de waterkoker. Isoleer je huis, neem dubbel glas, neem zonnepanelen, zet de televisie uit, zet de televisie helemaal uit, zet de PlayStation helemaal uit. Zet de computer helemaal uit, laat de auto staan, pak de fiets, neem de bus, neem de trein. Ga niet met het vliegtuig, neem geen kinderen. Plant bomen, drink water uit de kraan, niet uit een flesje. Nou ja, zo gaat het verder zoals je hier ziet. Door ze op een rijtje te zetten heb ik geprobeerd om dat opgeheven vingertje te vermijden, maar wel aan te geven dat je heel veel zelf kunt doen. En dit is ook typisch iets waarvan scholen die medewerkers die bellen van ik wil daar een poster van hebben, want je kunt hier ontzettend veel mee doen. Je kunt jezelf top 3 van laten maken, je kunt goede voornemens maken aan de hand hiervan. Dingen hieruit kiezen. En als ik dit op scholen voorlees, dan is het altijd hetzelfde. Zodra ik zeg neem geen kinderen, dan is het of ze beginnen te lachen. Maar het is wel een serieus punt. Natuurlijk moeten ze kinderen nemen. Ik heb zelf ook kinderen. En ik moet kinderboeken verkopen. Maar het is natuurlijk wel een belangrijk punt. Want doordat er heel veel mensen op de wereld rondlopen, komt er heel veel, veel broeikasgassen bij en veel plastic. En alles waar we het hier over hebben eigenlijk. Dus daarom is het wel een heel handig ankertje, een haakje om mee verder te gaan. Dit is een beetje wat ik wou voorlezen. Mark, heel veel bedankt. Ik vind dit geweldig inspirerend. Ik heb nog 1 vraagje, Mark. Daar heb je denk ik nog niet op geantwoord. Voor welke leeftijdscategorie zou dit ideaal zijn?
Van 10 tot 100? Ook van 10 tot 100. Ik hoor serieus veel volwassenen die heel blij zijn met het boek, omdat het gewoon heel compact uitlegt waar het om gaat. En ook nog een beetje helder en lekker om te lezen. Ja. Super, mocht ik nu in de fase van jullie opleiding zitten, ik zou het wel weten. Dankjewel, Mike de Roost, alsjeblieft. We hebben nog één interventie van studenten van PXL, samen met Dieter, die roep ik even terug op podium. Dat zijn mensen van de opleiding secundair onderwijs, afdeling lichamelijke opvoeding. En ik wist dat dat deze twee mannen ging zijn. Dat had ik al gezien. Lichamelijke opvoeding, dat zie je, zo'n dingen. Hallo. Wat hebben jullie gedaan deze voormiddag? Ik heb beginnen achter een stand waar ik mijn lessenreeks, die ik speciaal heb uitgewerkt over duurzaamheid, tentoongesteld heb. Nu, waarom ben ik daarover begonnen? Eerst en vooral omdat mijn leerkracht of docent geschiedenis daarachter gevraagd heeft. Maar ook omdat er nieuwe eindtermen zijn gekomen voor de eerste graad en die werken nu rond duurzaamheid. Dus hoe kunnen wij duurzaamheid eigenlijk aan de leerlingen brengen? In die lesreeks heb ik geprobeerd om op een actieve of een interactieve manier duurzaamheid eigenlijk aan de leerling te brengen. Onder andere, gelijk van achter de stand van Jumbo, daar heb ik ook heel veel educatief materiaal van gebruikt, uitgehaald, verwerkt. Zeker voor iedereen een tip om daar ook eens verder naar te kijken. Heb je zelf veel bijgeleerd tijdens het voorbereiden van die lessen? Ja, ik had na verder onderzoek niet verwacht dat het eigenlijk zo erg van onze planeet eraan toe is. Het was een eye-opener. Ja, inderdaad, zeker. Een van de lessen gaat ook over mijn plastic vrij. Dat er zoveel plastic gebruikt wordt, zoveel wordt weggegooid. Ja, dat is niet iets wat je zo direct tegenkomt. En ik merkte ook tijdens de lessen dat het voor heel veel leerlingen ook wel confronterend was om die dingen te lezen en tegen te komen. En wat pas je dan bijvoorbeeld aan in een les LO? Ja, dat heb je wel. Aha, dan kom ik tot bij u. Ja. Je hebt er ook rondgewerkt. Hebben jullie dat samen gedaan? Nee, helemaal niet. Ik was op een lagere school waar ik een ritmische les heb gegeven aan de hand van plastic flessen. Ik had de leerlingen uitgedaagd om dezelfde oefeningen als mij na te bootsen. Op ritmische bewegingen. Aan de hand van flessen en aan de hand van bewegingen. Dat maar eens zien. Ja, ik heb hier flessen. Zit er geen fles bij? Als je mij twee plastic flessen haalt, ja. Twee flessen? Mogen er twee flessen vier van uw berg af? Daar gaan we toch wel even op wachten. Iedereen oké, dat we daar even op wachten? Ja. Ik had dat verwacht, ja. Maar zelf ook veel bijgeleerd? Eigenlijk aangenaam verrast. Het was een soort van uitdaging. Ik had gedacht dat de leerlingen niet goed zouden meewerken. Maar waarom niet? Omdat ik dacht van ja, een beetje les, geen ballen, geen sticks, bijvoorbeeld de hockey, geen muziek. Hoe ga ik ze kunnen triggeren om toch iets te doen en om toch die beweging uit te lokken. Maar die waren niet helemaal mee in het verhaal. Dus. Nee, je hebt de muziek zelf moeten maken? Hè? Dus een beat. Ja, een beat. En dan, laten we gaan. Kom op, ze. Netjes. Dank u wel, Fien. Goed gedaan, hè? Alsjeblieft. Goed gedaan. Ja, dank u. Ja, het klonk goed en het zag er ook goed uit. Dus. Ah, oké. Okay. Goed. Ja. Het gaat iedereen energie. Ah, goed. Dat is goed. Ja. En op het einde, wat heb je gedaan met die plastic flessen? Op het einde terug in de blauwe zak. Terug in de blauwe zak. Dus het moest wel. Het was een kort tweede leven. Heel kort. Gaat u in de toekomst daar wel rekening mee houden met uw lessen om die toch iets of wat plasticvrij te maken? Ja, toch wel. Dus we hebben aan de leerlingen laten zien dat we toch met die plastics iets mee kunnen doen. En die alleen maar wegwerpen en zo, maar toch gebruiken tijdens zo'n sportlessen. Ja. En wordt er eigenlijk veel plastic gebruikt in sportlessen? Wegwerpen plastic? Mijn thema was geschiedenis, MAVO. Ik denk dat je de sport aan het doen.
De sportvragen gaan we hier hebben. Maar wordt er bij LO veel plastic gebruikt? Wegwerpplastic? Eigenlijk niet zoveel. Plastic ballen, maar die is plastic ballen, duurzaam. Dat wel, ja, dat is misschien een wegwerp. Allee, die komt plastic ballen kunnen wij wel gebruiken, maar puur naar de plastic flessen toe. Gebruiken we natuurlijk niet veel, maar in de toekomst. Maar wel voor naadsporten, niet uit een plastic flesje. Ah, dat doen we wel, ja. Drie keer. Maar goed, we gaan dat veranderen. Dat is goed voor het begin. Dank u wel, heren. Applaus. Dankjewel. We zijn bijna aan het eind van deze namiddag break uit. Nog twee mensen eigenlijk wil ik nog hebben. Drie mensen, niet onbelangrijk. Maar eerst iemand waarvan ik vermoed, en ik durf dat echt vermoeden, dat hij redelijk tevreden is vandaag. Uw applaus voor het departementshoofd PXL Education, Mark Hermans, alsjeblieft. Mark, als ik Mark mag zeggen, jij bent tevreden. Een tevreden man, een glunderende man. Mag ik? Na wat ik tot heden heb gehoord, ik ben geweldig fier. Dat is nog meer dan tevreden. En u heeft daar straks een applaus gevraagd. voor de studenten zelf. En ik ga datzelfde eerst doen. Applaus voor uzelf voor dit event. De bedoeling is dat ik ook een beetje ga vertellen, heel kort, want ik krijg maar 3 minuten aan schijn. Wat wij gaan doen in het departement in de toekomst, of wat we zullen gaan doen. Maar als ik dit allemaal hoor, dat gebeurt zoveel, dat is zoveel creativiteit. En ik hoorde een leerkracht daar straks ook zeggen, ja, het zit ook in de eindtermen, wij moeten het sowieso doen. Dus zoveel moet er niet gebeuren, maar er moet wel één ding gebeuren. Als we een departement waardig zijn, en dat zijn we, dan moeten we dat ook structureel verankeren. En dat structureel verankeren doen we in een lerarenopleiding in de beleidsplannen. En ik wil u een klein geheimje misschien vertellen. Die zijn meestal beleidsplannen voor 5 jaar geschreven, strategische doelen en dergelijke. En in het plan dat dit jaar eindigt, daar is geen letter over duurzaamheid te vinden. Algemeen directeur kan het niet graag horen, maar het is zo. Want het goede nieuws is, wat is ons commitment? Wij gaan in de nieuwe beleidsplannen, die dus volgend jaar gelden, volledig een strategisch doel nemen rond duurzaamheid, plastic inlichting. Ik denk dat dat een heel mooi commitment is, maar oké, dat is misschien nog theoretisch voor u nu. Er zijn ook een paar praktische dingen al gebeurd. Ik weet niet of u soms in het leraarslokaal komt. Daar stonden altijd plastic bekertjes. We hebben die weggenomen. En iedere lector zou nu een tas moeten hebben met zijn naam erop. De tas is er, of de naam erop staat, moet ik nog eens bekijken. Maar in elk geval, vandaag kreeg ik een mail, echt waar, van iemand die boos was, want de tassen waren vuil. Dus ik heb geantwoord, was zelf af. Maar ik wil maar zeggen, dat zijn kleinigheden, maar dat zijn ad hoc dingen. Nog zo'n kleinigheid is bijvoorbeeld dat de leerkrachten mij hebben gezegd, als een student nog iets afgeeft aan ons, een stagebundel in de mapke, een zo wit hemdje soms, hè, nemen we niet meer aan. Dat zijn kleine dingen. Nu, u bent zich al goed bewust al wat er moet gebeuren, maar willen we dat echt goed vastnemen, dan is er een aanspreekpunt nodig in het departement dat zowel de stem van de studenten kan vertolken, de stem van de lectoren, de stem van andere stakeholders. En ik heb bijzonder goed nieuws. Sinds vorige week, eigenlijk net voor de paasvakantie, dus 3 weken, hebben we een duurzaamheidscoördinator. En ik ga die graag even naar voren roepen, want het is echt nieuws. Een aantal lectoren weten het nog niet. Gijs Gerrits. Gijs, een nieuwe opdracht, de zoveelste, waarschijnlijk voor heel weinig omkadering of geen, maar dat stoort u niet. Want, nu ja, dat kan, maar jij bent echt iemand die met duurzaamheid bezig is. Vertel eens, heb je al wat plannen, hoe gaat je het aanpakken, maar je krijgt 1 minuut maar, alsjeblieft. Dat vinden de meeste mensen misschien niet erg dat ik het niet te lang zal rekken. Nee, ik wil me gewoon even voorstellen, ik ben heel verheugd dat ik deze taak mag opnemen. Hè. Ik ben dus aangesteld als duurzaamheidscoördinator voor het departement.
zoals Mark al zegt, er zijn heel wat initiatieven die al genomen worden. De bedoeling is dat ik die een beetje zal gaan coördineren, ook het aanspreekpunt zal worden voor lectoren en studenten. En ook een aantal nieuwe initiatieven zal gaan opzetten. Een van de dingen waar we aan denken is sowieso om in te zetten op de EDO-competenties. EDO staat voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. En we gaan daar binnenkort een focusgroep voor oprichten waar ik ook alle lectoren voor zal uitnodigen om daaraan deel te nemen. Maar we blijven dus inderdaad bezig met van alles en nog wat. Hè. Ja. Voilà, en ik ga eindigen. Het zal toch allemaal ook door de student moeten gebeuren, want ik had een collega die zei dat show-element in het cultureel centrum, eigenlijk hou ik daar niet zo van, want er moet iets gebeuren. En laat dit het einde zijn van ons korte tussenkomst. Begin bij uzelf, ik heb het een paar keren gehoord, doe er zelf iets aan en het komt goed. Dank u wel. Dank u wel, Mark. Nu gaan we echt stilletjes aan naar het einde toe, want wat hier vaak gevallen is van deze namiddag is, ja, maar de politiek moet ook meewerken. En dat is waar, zowel op globale, wereldomvattende schaal als op nationaal, Europees vlak, maar ook heel lokaal. En wat dat laatste betreft, denk ik dat we hier in deze wondere stad Hasselt een fantastische persoon hebben die zich bijzonder bewust is van de problematiek en er hopelijk ook iets aan doen. Uw applaus voor schepen van de stad Hasselt, Joost Fenken, alsjeblieft. Joost, even aan u om in een kort bestek deze jonge meute mensen die er goesting in heeft om zeg maar, van de nabije toekomst iets beters te maken, om die nogmaals extra peper in de kont te steken. U kan dat, ik weet het. Dankjewel, Steen. Ik ga mijn best doen. Goedemiddag jongens en meisjes, en ik ga dat sowieso kort doen. Ik denk dat dat al een belangrijke vereiste is. En sowieso wil ik de hogeschool, de studenten ook bedanken voor die, en proficiat wensen voor die geweldige goede keuze. Een geweldig goede keuze om duurzaamheid als thema te nemen. Het is ook een thema dat vandaag de dag in de picture staat, heel terecht, en waar we samen aan moeten werken. En ik denk dat dat een heel belangrijke is. We horen vaak van wat kunnen we zelf doen, wat kan de politiek doen. Wel, eigenlijk moeten we het vooral samen doen. Het is alleen maar samen dat we effectief iets kunnen doen aan het klimaatprobleem. Je kunt dat niet alleen. En kan het? Ja, het kan. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Alles wat je doet, draagt bij en heeft zin. Verandering lijkt soms heel moeilijk te bekomen, maar soms komt die heel snel. Toen ik jullie leeftijd had, toen mocht nog gerookt worden op café, zelfs in de klaslokalen. Dat mocht eigenlijk niet, maar goed, in de klaslokalen werd er gerookt. En op een heel korte tijd krijg je ineens die klik en beseffen mensen, want dit kunnen we toch niet meer maken. En binnen de kortste keren is dat afgevoerd en is er dan nu niet meer. En nu kun je tenminste op stap gaan zonder dat je per se vol rokende kleren die naar rook ruiken terug thuis komt. Het kan heel snel gaan. En ik denk vandaag de dag gaat het, als het gaat over klimaat, ook heel snel. En dat is voor een stuk jullie verdiensten. Dat voor een stuk de verdiensten van de jongere generaties die op straat komen en zeggen tegen mensen van mijn generatie, stop nu eens met babbelen en neem nu eens eindelijk actie. En dat is heel goed. En dat toont ook aan, jullie kiezen voor het onderwijs. Trouwens ook een prima keuze, ik sta ook in het onderwijs. Dat toont ook de kracht van het onderwijs aan. Want uiteindelijk, waarom gebeurt dat nu? Wel, de generatie, mijn generatie, waar de meeste politici van zijn, die hebben op school eigenlijk niet geleerd over de klimaatverandering. Dat werd toen nog niet besproken. Jullie zijn daarmee opgegroeid. Jullie weten beter. Jullie beseffen van, ja, maar dit kan toch op deze manier niet verder. Heel belangrijk daarin is het kan. En dan wil ik je nog even met een voorbeeldje aantonen en dan rond ik af. Wat moeten we doen? We moeten omschakelen naar hernieuwbare energie. Ik denk dat iedereen dat weet. We moeten af van de fossielen. Sorry voor de dinosaurussen, maar we moeten van de fossielen af. Hoe kunnen we dat doen? Kunnen we met hernieuwbare energie onze wereld van energie voorzien? Wel, laten we een experiment doen en laten we zeggen, we gaan eens berekenen met hoeveel zonnepanelen wij de hele wereld dag in dag uit van energie kunnen voorzien. Zelfde hoeveelheid elektriciteit, excuseer, die we vandaag de dag nodig hebben. Hoeveel plaats hebben we dan nodig? Ik ga je vier keuzes geven. Multiple choice, zonder giscorrectie. Eerste keuze, is dat de oppervlakte van België? Tweede keuze, is het de oppervlakte van Spanje die we moeten volleggen met zonnepanelen? Derde keuze, we gaan wat groter, is het Rusland? Of vierde keuze,
de vorige drie samen. Wat denk je? Wie gokt op België? Is België voldoende? België volleggen met zonnepanelen. Handen omhoog als je dat denkt. Wie denkt dat Spanje... Goed, Stijn. Wie denkt dat Spanje genoeg is? Als we Spanje volleggen met zonnepanelen, hebben we dan genoeg om de wereld van energie te voorzien? Ik zie een paar twijfelende handen. Rusland. Rusland doet het goed. Poetin zal content zijn. Wie denkt allemaal samen? Wel, ik moet helaas vaststellen, meneer de directeur, dat het gros hier gebuist is. Het juiste antwoord, en in deze hoek zat dat goed, is Spanje. Dat is alles. Dat is alles. De oppervlakte van Spanje volleggen met zonnepanelen en wij kunnen het volledige elektriciteitsgebruik dat we vandaag de dag hebben, coveren. En zeg je dan van, ja maar, wat met elektrische auto's, als we die ook nog elektrisch gaan laten rijden? Ah wel, neem gewoon Portugal erbij en het is opgelost. Meer is er niet nodig. Dus jongens en meisjes, ik heb je dat vooral willen laten ervaren hoe tergend haalbaar het is om het probleem aan te pakken. Het kan. We kunnen het. We kunnen het samen doen. En ik hoop dat we dat samen met jullie ook kunnen bereiken. Dankjewel en een hele dikke proficiat. Dankjewel, Joost Henke. Ja, de Spanjaarden gaan het graag horen, man. Daar zijn we al vanaf, van dat land. Nee, we gaan echt afronden. En voor we afronden wil ik toch nog even benadrukken, en dat is echt belangrijk, want die mensen daar achteraan met de workshops en de standjes, die wachten op jullie. Daar zijn allerlei initiatieven, boeken, ideeën te rapen waar jullie als aankomende docenten aan een nieuwe generatie mensen iets mee kunnen. Dit is geen boekenbeurs. Hier worden geen dingen verkocht met een grote V. Het enige wat hier verkocht wordt, is inspiratie. Dat kan je hier opdoen, gratis. Bekijk het even, je kan het alleen maar meenemen in je opleiding en er iets mee doen, dat is tof. En voordat we echt afronden, jullie zijn allemaal fantastisch bedankt. Wie beter dan dit initiatief kan afgerond worden door iemand die godverdomme al jaren zegt, zo'n dingen moeten doen, PXL moet uitbreken. Uw slotapplaus is voor algemeen directeur Ben Lambrechts. Priek. Dank je, Stijn. Dames en heren, een algemeen directeur heeft altijd graag het laatste woord. Ook in deze. Daarom ga ik nog een anderhalf uur u inleiden in... Nee, niks. Nee. Dames en heren, het is voor mij een ongelooflijke, fantastische dag. Hè. Ik zie hier onze toekomstige leraars voor ons, maar ook onze collega's van het secundaire onderwijs. Jij bent ook onze toekomst van onze hogeschool. Dat jij hier vandaag bent, dat doet mij enorm plezier. Maar ik heb vandaag al meer dan 12 kilometer gewandeld, want ik ben over alle plaatsen geweest waar de PXL is uitgebroken. En het thema zijn de SDG's, dat wil zeggen eigenlijk om een hele betere wereld te maken. En de VN heeft dat samen beslist. Zelfs Noord-Korea is daarbij. Vaticaanstad en Palestina, die zijn waarnemende stem. Maar voor de rest zijn alle landen, 193 over de hele wereld, akkoord om een betere wereld te maken. En daaraan hebben wij willen werken om een betere wereld te maken en uit te breken en een netwerk verbondenheid met de samenleving, onze hogeschool op stel te zetten. Want dat is onze kracht. Altijd het op een iets wat andere manier doen. Altijd proberen wat bijzonder te zijn om het leven plezant te maken, maar ook innovatie naar voren te brengen en vooral de dialoog en de verbondenheid als hogeschool met het netwerk met de buitenwereld. Hier met onze leraaropleiding wil ik u heel nederig danken aan elk van u die hier zijn best voor heeft gedaan. En dames en heren, voor mij, en Stijn Meus gaat zeggen, daar heb je hem weer. Maar voor mij kan ik dat maar op één manier aan u zeggen. Om een betere wereld te maken, ik doe dat via muziek. Ladies and gentlemen, are you ready for some super dynamite rhythm and blues music coming your way? Dames en heren, ik ga nu een lied maken. Ik weet niet wat ik zelfs ga zingen, maar wij houden van improvisatie in deze hogeschool. Maar het zal over plastiek gaan, denk ik. Hè. I don't like plastic.
my soup. I don't like it on my plate. I don't like it in my hair. I don't like it anywhere. I don't like soup with plastic in. I don't like plate.